Wat de handen van de liefde gebonden houdt. 31 maart. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Colossenzen 1, vers 3 tot en met 5. Het probleem van de kerk in deze tijd is niet dat er te veel mensen zijn die de hemel van harte lief hebben. Het probleem is niet dat belijdende christenen zich terugtrekken uit de wereld, de halve dag in hun Bijbel lezen en de andere helft van de dag zingen over hun vreugde in God, terwijl ze zich niet druk maken over de nood die er in de wereld is. Het probleem is dat belijdende christenen 10 minuten in hun Bijbel lezen, dan de halve dag druk zijn met geld verdienen en vervolgens de andere helft van de dag gebruiken om te genieten en te repareren wat ze met dat geld gekocht hebben. Het is niet de hemelgezindheid die de liefde in de weg staat. Het is wereldgezindheid die de liefde in de weg staat. Zelfs als die niet zo duidelijk zichtbaar wordt in ons leven doordat we in het weekend heel godsdienstig zijn. Waar zijn de mensen die zich een vreemdeling en een bijwoner op aarde voelen? Doordat de belofte van de heerlijkheid in de hemel hun zo van harte lief is geworden. Waar zijn ze, die zoveel van de heerlijkheid van de toekomende eeuw gesmaakt hebben, dat de diamanten van de wereld als knikkers zijn, dat het vermaak van de wereld leeg is en dat de moraal van de wereld te smal is, omdat die geen rekening houdt met de eeuwigheid? Waar zijn deze mensen? Zij zijn niet in de ban van internet, van eten, slapen, drinken, feesten, vissen, zeilen of doelloos tijdverdrijf. Zij zijn vrije mensen in een vreemd land. En dit is hun enige vraag. Hoe kan ik mij tot in eeuwigheid zoveel mogelijk in God verblijden, terwijl ik een vreemdeling ben op aarde? En hun antwoord is altijd hetzelfde. Door de werken van de liefde te doen. Als je schat in de hemel is, is er maar één ding dat je voldoening geeft. Het doen van de werken van de hemel. En de hemel is een wereld van liefde. Het zijn niet de touwen van de hemel die de handen van de liefde gebonden houden. Het is de liefde voor geld, vrije tijd, comfort en waardering. Dat zijn de touwen die de handen van de liefde binden. En de kracht die deze touwen kan verbreken is christelijke hoop. Ik zeg het nog maar eens, met alle overtuiging die in me is. Het is niet de hemelgezindheid die de liefde op deze aarde in de weg staat. Het is wereldgezindheid. De bron waar de liefde uit voortkomt, is daarom het krachtige en bevrijdende vertrouwen van de christelijke hoop. Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.